graffiti kunst? Dat is een goede vraag. En iets waarmee een graffiti artist als Banksy een groot deel van zijn oeuvre mee worstelt. Of beter gezegd, waarschijnlijk worstelt hij er helemaal niet mee. En zijn het de galeriehouders en critici die vinden dat ze daar een oordeel over moeten hebben. In feite is graffiti van alle tijden. De Romeinen uit de klassieke oudheid schreven ook op hun muren en monumenten. Dit waren vooral politieke uitspraken en aankondigingen van gladiatorenspelen. Ook vikingen brachten graffiti aan op de plaatsen die zij veroverden. Graffiti, zoals wij dat kennen, is ontstaan in New York als een onderdeel van de daar ontstaande hip-hopcultuur. Jongeren namen het taggen over van de jeugd in Philadelphia. Taggen is met een veldstift een schuilnaam vliegersvlug op bijvoorbeeld een treinstel of metro te plaatsen, om zo als het ware je territorium af te bakenen. Naast tags werd graffiti al snel uitgebreid met throw-ups en pieces. Een throw-up is een groot uitgewerkte tag met één of twee kleuren. In New York werd de fieldstift al snel vervangen door de spuitbus en het metrostel werd de ideale drager om een miljoenenpubliek te bereiken. Op metro's maakte men all-overs, top-to-bottoms, window-downs of end-to-end graffiti. Dit noemde men pieces. In de jaren 80 zijn er kunstenaars die zich erg laten inspireren door graffiti. Kunstenaars als Keith Haring en Jean-Michel Basquiat. De boeken en musea maakten Keith Haring kennis met de moderne kunst en Andy Warhol bleek een grote invloed te zijn. Hij studeerde aan de Ivy School of the Professional Arts in Pittsburgh. Maar voornamelijk het commerciële aspect van de opleiding bleek hem niet aan te spreken. Hij ging van school, maar hield niet op met tekenen. In 1976 had hij in Pittsburgh zijn eerste belangrijke tentoonstelling. Rond deze tijd werd ook zijn stijl duidelijk, abstracte figuren die oneindig in elkaar vallen en die enorme ruimtes konden vullen. Andere invloeden zijn Pierre Alechinsky, Christo en Jean Dubuffet. Vooral Christo's houding tegenover kunst sprak hem aan. Kunst is voor iedereen en niet alleen voor de elite. In 1978, op 19-jarige leeftijd, nam hij de volgende stap. Hij verhuisde naar New York en kreeg een beurs voor een studie aan de School of Visual Arts. In de metro van New York ontdekte hij kunst in de graffiti die hij op de muren vond. Hij werkte hard op school en ontwikkelde een geheel eigen stijl van visuele communicatie door schilderijen, geluid en film te combineren. Hij maakte krijttekeningen in de metro op lege billboards en hij maakte tekeningen op straat. Hij droeg het niet-commerciële kunst voor iedereen idee uit. Maar hij kreeg steeds meer bekendheid. Hierdoor bleek het voor hem niet langer mogelijk zijn eigen verhalende werk te verkopen. Jean-Michel Basquiat was een Amerikaanse neo-expressionistische en van oorsprong graffiti-kunstenaar van Haitiaanse en Puerto Ricaanse afkomst. Na eind jaren 70 samen met zijn vriend LDS als graffiti-artist onder de naam Samo, van Same Old Shit, gewerkt te hebben, maakte hij vanaf begin jaren 80 zeer explosieve werken op doek. Zijn eerste solo-tentoonstelling in 1982 werd meteen een groot succes. Datzelfde jaar had hij een relatie met Madonna. Hij werkte enige tijd aan een gezamenlijke schilderij met zijn grote voorbeeld Andy Warhol. Basquiat was de eerste Afro-Amerikaanse schilder die wereldfaam vergaarde. De New York kunstscene in de jaren 80 was niet bepaald verstoken van geld en er werden dan ook werken voor ongelofelijke bedragen verhandeld. Basquiat gebruikte veel drugs. Vergruisd en geliefd in de kunstwereld is hij op zeer jonge leeftijd door een overdosis aan zijn einde gekomen. Zijn naïeve stijl met elementen uit zijn eigen ervaringen zijn zeer expressief en kleurrijk en met een grote mate van vrijheid geschilderd. Meestal zijn het grote formaten in acryl met daaroverheen lijntekeningen en teksten. Hoewel zijn werk getergd kan overkomen, zeilt er ook een bepaalde haast kinderlijke vreugde doorheen. Ook impliceert het door de snelle manier van werken een bijna chaotische snelheid die nog versterkt wordt door de veelheid aan symbolen. Hoewel dit op het eerste gezicht vaak random lijkt,
zit er wel degelijk een doordachte lijn in. Black Lorette, waarschijnlijk hebben jullie nog nooit hiervan gehoord, maar als je zijn werk ziet, zou je het dadelijk herkennen. Hij is het grote voorbeeld geweest voor Banksy. Xavier Pro, beter bekend als Black Lorette, is een van de eerste graffiti-kunstenaars van Frankrijk. In 1981 begon hij met het schilderen van ratten op de muren van de Parijse straten. Dit deed hij met behulp van stencils. Hij stelde dat de rat het enige vrije wezen in de stad is. De naam Black Lorette komt van Black Le Roc, een Frans-Canadese comicstrip. Hij maakte van Roc, Red, wat weer een anagram is voor art. Black Lorette was geïnspireerd door de graffiti die hij zag in New York. Maar hij vond dat de graffiti daar niet paste in een stad als Parijs. Twee volledig verschillende steden vragen om twee verschillende soorten graffiti. Daarom bedacht hij deze manier van stencils gebruiken. Het bijzondere aan zijn werk is dat hij de eerste is die stencils niet gebruikte voor letters of woorden, maar voor echte figuurlijke vormen. En bovendien waren deze levensgroot. Met zijn werk streefde hij eenzelfde doel als Keith Haring. Commerciële kunst voor iedereen. Hij wilde kunst naar de mens toebrengen. Een nobel doel, maar evengoed werd hij in 1991 gearresteerd toen hij bezig was met een kopie van Caravaggio's Madonna met Kind op een muur te maken. Black Lorette heeft veel invloed gehad op andere graffiti-kunstenaars en zogenaamde guerrilla-kunst. Met name zijn invloed op Banksy is enorm. Banksy heeft wel eens gezegd: elke keer als ik denk dat ik iets origineels heb geschilderd, kom ik erachter dat Black Lorette het al eens gemaakt heeft. 20 jaar eerder. Banksy is een pseudoniem voor een Brits kunstenaar. Hoewel er weinig zekerheid is over de ware identiteit van Banksy en de meeste bronnen aangeven dat zijn echte naam Robert of Robin Banks is, heet hij waarschijnlijk Robin Cunningham. Hij zou in 1973 geboren zijn in Bristol. Zijn kunstwerken zijn vaak politiek en humoristisch van aard. Daarmee verschilt hij van het werk van Black Lorette. In zijn straatkunst combineert hij graffiti met een voor hem kenmerkende schabloontechniek. Zijn straatwerk is te vinden in verschillende Europese steden, maar ook buiten Europa, zoals in de Palestijnse gebieden en in de Verenigde Staten. Het werk van Banksy zorgt voor nogal veel commotie. Het is niet een simpel geval van je vindt het mooi of je vindt het lelijk. Allereerst kun je de vraag stellen: is het überhaupt wel kunst of is het vandalisme? Er zijn mensen die vinden het simpelweg vandalisme. Hij maakt immers muren vies waar dat niet is toegestaan. Het onderscheid tussen graffiti dat niet toegestaan is en kunst dat de stad kan verfraaien, is moeilijk te maken wanneer er miljoenen worden uitgegeven om de muren juist schoon te houden. Tegelijkertijd zijn er mensen, en deze zijn in een grote aantal zo lijkt, die zijn werk als kunst zien. Dat wordt ondersteund door de hoge prijzen die bij kunstgaleries worden betaald voor zijn doeken en het feit dat musea zijn werken op willen nemen in hun collectie. Een tweede vraag die gesteld kan worden is: het werk dat hij maakt hypocriet of oprecht? Anticapitalisme is een van de thema's van zijn werk. Met dit thema maakt hij zich kwetsbaar voor verwijten van hypocrisie. Sommige mensen hebben kritiek op de manier waarop Banksy geld verdient met zijn werk. De hoge prijzen voor zijn doeken, voor deze versie van Mona Lisa bijvoorbeeld, werd £58.000 betaald. En de verkoop aan bedrijven en kunstgaleries gaan volgens sommigen niet samen met het anticapitalistische boodschap die hij heeft. Daar staat tegenover dat Banksy wel voor een groot deel van zijn werk helemaal niet betaald krijgt. Een derde punt dat voor controverse zorgt, en wellicht is dit een punt dat juist de kunstwaarde benadrukt, is het ondermijnend karakter van zijn werk. Niet iedereen heeft waardering voor de gekozen medium of de aard van de boodschap van Banksy. Toen hij in het Midden-Oosten de muur tussen Israël en Palestijnse gebieden beschilderde, merkte een Palestijn op dat Banksy de muur mooi maakte. Toen Banksy de man voor dit compliment bedankte, reageerde de man met: wij willen niet dat het mooi is. Wij haten deze muur. Ga naar huis.
الله اكبر كده الدفاع الجوي تمام محافظ حلب تصدى الطيران الحربي الله اكبر 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 رجل الله رمى كذب دفاع الجوي تابع المجلس العسكري الثوري في محافظه حلب تسقى الطائره الروحيه في محيط مطار بن نغل العسكري الله اكبر